Weer Makai met Meijer. Makai dus goed. Nou, Heiblok. Eerste keer. Goeie actie op die inzet van Bruins. El Amari. Het is eigenlijk Makai die voorin steeds wijst wat ze te doen waarheen. Nu wees hij naar de richting van Bronckhorst. Daar is Oost. En daar is Timmer. Oost, Timmer. Oost, Timmer, Oost. Ja, dit is de Graafschap op voorsprong. Hij is hier weg. Hij ziet Timmer komen. Timmer die altijd wacht. Maar hier heeft Timmer geen remedie op. Vasthouden, ver. Het publiek is terug in de race. Feyenoord dus ook. Vrije trap. Makai. Lucius. Wijnaldum. Corner. Op de doellijn. Frenkel en Heiblok. Van de Nauwerland Oost. Frenkel. Den Oude. Ja, die zit erin. Nou, dat hoef je nog niet vaak gezegd te hebben in dit seizoen. Maar nu is het dan raak. En dat doet hij heel goed. Hij gaat diep, die voorzet. En dat is een moeilijke bal. Maar daar zit hij achter Hofland. En voor Timmer. En prikt hij me dus in. Geert Den Oude. Lucius. Dan kan alles gebeuren. En dat gebeurt dan ook. Wijnaldum. Uit de draai. Schuurman. Den Ouden. Van den Ouwelan. Meijer op Frenkel. Frenkel en Slory. Oh, kijk nu, Den Ouden. Jongen, zeg. Zo staat hij zonder treffers. Zo maakt hij er twee in een wedstrijd. En dan op deze manier bluft hij ook nog af. En krijg je een aanhang stil. Kalm. En ogenschijnlijk moeiteloos. Geert Den Ouden. Oost. Alleen met Bahia. Den Oude voorin. Meijer verderop. Hier. Maar ja, het oogt gevaarlijker dan dat het uiteindelijk wordt. Maar het zijn er wel een paar die uitkomen op een gevaarlijke manier. Pedro. Nou, het is raak. Hofland bleef kalm omdat die bal eigenlijk heel traag bij hem kwam. Kon hij uitkiezen en dan is het toch 3-1. Gaan nu de handen nog eens flink in elkaar bij Feyenoord. Hofland, rustig uithalen was dat. En het eindsignaal klinkt. En al wat je verwacht als je hier naartoe komt, toch niet dat Feyenoord kansloos in doelpunten wordt afgetroefd. En hij, de weg is lang. In Rotterdam-Zuid is het plaveisel nog verre van makkelijk.